Fox Sports. We gaan even de studio in. Kijk, dat zijn wij, hè? Je moet op de deur bonzen, want hij gaat nooit vanzelf open. Straks zijn we terug met nog meer voetbal uit onder meer Australië. Yo, welkom bij deze nieuwe aflevering van CokeTV. Vandaag ga ik voor Kicks Lotte verrassen. Lotte is een enorm sportfanaat, die weet alles over sport. Ze is 17 jaar, komt uit Amsterdam, ze zit op hockey en ze wil later heel erg graag sportverslaggever worden. En vandaag ga ik haar meenemen behind the scenes bij Fox Sports. Nou, dat is natuurlijk super vet, maar ik ga haar eerst verrassen. En daarvoor heb ik het volgende nodig. Deze microfoon, want ik ben vandaag niet alleen presentatrice van CokeTV, maar heel stiekem ga ik haar verrassen als interviewster voor Sportief TV. En dus ze heeft helemaal het idee dat ze hier gewoon loopt op de markt en dan ineens kom ik daar. En gaat het natuurlijk helemaal niet om Sportief TV, maar om haar. Oké, nou je ziet het, ik ben helemaal in mijn rol als interviewster voor Sportief TV. Dus ik ga nu maar eens wat random mensen vragen, iets over sport. Ik heb een kleine vraag aan je als het mag. Ik ben Merel van Sportief TV. Oeps! 4,95. Komt eraan. Nou, heb ik een dilemma voor je. Stel je voor, je mag nooit meer sporten of de rest van je leven altijd windkracht 8 tegen hebt. Of alles in je leven moet je vanaf nu rennen doen. Wat zou je dan kiezen? Jeetje! Nee, dan wordt het alles rennen. Nee, doe dan maar die windkracht 8 tegen, ja. We hebben echt sportievelingen hier vandaag, jongens. Heel goed. Nou, Lotte hopelijk ook nog lekker sportief. Dan komt het helemaal goed vandaag. Hoi! Ik zou je heel graag wat willen vragen. Ik ben Merel van Sportief TV. Mijn vraag aan jou is, wat betekent sport voor jou? Ja, iets wat je heel erg leuk vindt. Nou, heb ik een dilemma voor je. Stel je voor, je moet kiezen tussen nooit meer sporten of alles in je leven van A naar B rennend moeten doen. Wat zou je dan kiezen? Jeetje, ik denk dan van alles van A naar B rennen. Wel heel zwaar leven dan. Ja, dat wel. Ik krijg wel goede conditie. Nou, moet ik heel eerlijk bekennen dat ik je een heel klein beetje in de maling aan het nemen ben. Want ik ben eigenlijk Merel van CokeTV en ik ben hier voor jou vandaag. Ik ga nog niet zeggen wat we gaan doen, maar heb je zin om een dagje met me mee te lopen? Ja, is goed. Ben je benieuwd? Ja, heel erg. Nou, dat was even schrikken, hè? Ja. Ik vond het ook spannend. Ik denk, misschien heb je het dan in één keer in de gaten, maar je had niks door. Nee, ik had helemaal niks door, nee. En hoe ben je hier dan naartoe gehaald? Mijn moeder zei dat we even een boodschap gingen doen. Ja. En toen moest je ook nog iets moois aan. Ja. Ja, want in je joggingpak is ook zo wat, hè? Ja. Ik heb vernomen dat jij heel erg van sport houdt en graag sportverslaggever wil worden. Ja, klopt. Dan denk ik dat ik echt iets super vets heb voor je. Want wij gaan vandaag de hele dag behind the scenes bij Fox Sports. Oh, dat is echt heel gaaf. Ja? Heb je er zin in? Ja. Heel veel. Top. Nou Lotte, we zijn onderweg naar Fox Sports. Ja. Wat verwacht je eigenlijk een beetje van vandaag? Ik weet eigenlijk niet. Ik denk wel dat we een leuke dag gaan krijgen. We zullen het wel zien. Ik denk dat ons doel toch wel is om op de presentatiestoel in de studio te komen. Denk je niet? Misschien wel een interviewtje met iemand die daar rondloopt. Kees Krakman of Merel van Dongen. Om maar iemand te noemen. Om even, ja, precies, noem even twee namen. Ja. Oké, daar zijn we dan. Ja. Wat een gebouw, hè? Echt mooi. Nou, we gaan even lopen naar de studio. Hou jij maar vast. Dat is ook al een beetje journalistiek, hè? Filmen. Fox Sports. We gaan even de studio in. Kan gewoon. Kijk, hier is natuurlijk die band die je altijd hebt. Ook mooi licht meteen, hè? Zie je dat? Hier staan we. Kijk. Dat zijn wij, hè? We hebben natuurlijk de bar. Wat wil je drinken? Beetje cola. Ja, heel cool. Ja, ik vind het ook vet eigenlijk. Het geeft wel een bijzonder gevoel, hè? Maar eigenlijk is er eerlijk gezegd in mijn hoofd maar één ding wat echt begint te rinkelen. Nou, wij moeten jou gewoon vanavond aan die tafel hebben. En de Eretribune zien te presenteren. Ja. Dat zou vet zijn. Ja, dat zou heel gaaf zijn. Nou, ik denk dat we dat gewoon gaan fixen. Nou, de vergadering voor de uitzending vanavond gaat nu beginnen. We gaan alles bespreken wat er vanavond belangrijk is. Wij mogen erbij zijn, maar jullie niet. Sorry. Tot zo! Wow. Oké, ja, we waren dus net bij de vergadering van de uitzending vanavond. Dat was best wel vet, hè? Ja. We mogen helaas niks inhoudelijk zeggen over de vergadering. We werden zwaar geroddeld over allerlei voetballers. Maar dat was wel leuk om te horen. Ja, ik vond het ook wel vet. Ook omdat Hélène en Jan-Joost natuurlijk jouw grote voorbeelden zijn nu. Ja. Zometeen mag jij dat gaan doen. Ja, kijken of ik het net zo goed kan doen als hun. Precies, dus misschien kunnen we zo, als we ze zo meteen tegenkomen, wat vragen stellen over dingen die jij heel graag wil weten over het vak. Laten we maar even op zoek gaan naar Jan-Joost en Hélène dan. Nou Lotte, ga je gang. Echt, ik had eigenlijk nog een aantal vraagjes. Wat moet jij allemaal doen op een dag als jij een uitzending hebt? Dat is eigenlijk wel het leuke van dit werk, is dat het eigenlijk nooit stopt. Vanochtend komt om 7:30 eerst de Volkskrant en het Algemeen Dagblad. En dan komt het Parool en dan ga ik op mijn telefoon en ga ik ook nog eens een keer rustig op internet een beetje koekeloeren. Dus dat hoort eigenlijk allemaal bij de voorbereiding. Nou, dan gaan we vergaderen, nog wat meer ouwe hoeren en vooral heel erg hard op denken. Dat doen we eigenlijk de hele dag. Dus zo kom je uiteindelijk tot een uitzending. En je hebt net ook even bij de vergadering gezeten. Ja. En eigenlijk is het daar ook nog steeds hard op denken. Maar het stopt eigenlijk nooit dus. Ben je wel zenuwachtig voor een uitzending? In het begin was ik altijd heel zenuwachtig. En nu ben ik altijd eigenlijk als we beginnen even 30 seconden zenuwachtig. Ik denk dat Lotte dat ook heeft zo meteen, denk je niet? Dat denk ik ook wel. Ben je weer wat wijzer geworden, hè? Ja. Ik heb nog wel één dingetje wat ze echt moet doen. Je moet op de deur bonzen. Want hij gaat nooit vanzelf open. Je moet echt zelf initiatief nemen, anders heeft het echt geen zin. Je hoort het. Ja. We gaan op de deur bonzen vanaf nu. Daar gaan ze. Hard wel. Ja. Straks mag ik. Oké, ja, we moeten ons natuurlijk wel goed voorbereiden. Als je dat nieuws gaat presenteren zometeen, dan moeten we eventjes een aantal lesjes volgen, gok ik zo. Wat kunnen we allemaal doen hier? Ik heb het idee dat jij wel iets hebt om te leren aan Lotte al. Zeker. We kunnen zo wel even in de studio gaan kijken hoe jij de autocue voorleest. Nou, jongens, hier is de studio. Dan ga ik me even omkleden en dan kunnen jullie even lekker gaan spelen. Het dingetje wat je hier ziet, ja. Daar kan je de autocue mee verdienen. Hard trappen, oh, moet je heel snel weten. Oké, voor de mensen die wel eens Fox Sports kijken, is dit natuurlijk wel ongelooflijk herkenbaar. Want we staan in studio 4, waar hier normaal gesproken alle kleine korte stukjes van het nieuws worden opgenomen. Dus we gaan hier zometeen even de autocue voorlezen. Hoe meer we hier oefenen, hoe beter het zometeen is voor als we echt in de Eretribune mogen gaan presenteren, toch? Ja, zeker. Oké, goedemiddag. Leuk dat je kijkt. Dit zijn de korte punten van Fox Sports. Goedemiddag. Caroline Wozniacki heeft de Australian Open gewonnen. Daardoor is ze weer terug op de eerste plaats van de wereldranglijst. Wozniacki was in de finale in 3 sets te sterk voor Simona Halep en pakte zo de eerste Grand Slam overwinning uit haar carrière. Arsenal wil nog niet dat het bedrag betalen dat Dortmund voor de spits wil hebben. Straks zijn we terug met nog meer voetbal uit onder meer Australië. Dat was het denk ik wel, hè? Na deze dag wordt je hier aangenomen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, we zijn er nog niet, want het doel is natuurlijk nog steeds om aan tafel bij de Eretribune te komen. Hoe gaat het? Ja, we waren benieuwd of jij misschien nog wel wat tips had voor Lotte. Ja, ik heb het nou niet helemaal gezien, dus van mij mag je nog even een klein stukje doen. Even kijken of ze ons kunnen horen. Frank, als het goed is kan je ons horen, toch? Ja, we moeten er altijd maar vanuit gaan dat ze jou horen. Ja. Soms sta je hier ook. Sta je hier 4 keer te roepen, hallo! Er zit 10 kilometer afstand tussen VVSP en Rijnsburgse boys en dat zorgde voor enorme belangstelling uit de regio. De flyers worden uitgedeeld en natuurlijk hoort er vuurwerk bij. Een derby. Heel netjes. Woe! Dat deed je ook goed. Je verbeterde jezelf, zeg maar, want het is eigenlijk... En natuurlijk hoort er vuurwerk bij een derby. Eigenlijk is dat één zin. En jij maakte er 2 losse zinnen van. En dat komt nu wel. Dus zo kun je een beetje spelen ook met de tekst. Ja. Oh ja. We komen dus net uit de studio. De Lotte heeft al gepresenteerd, de autocue voorgelezen. Als het ons vanavond niet lukt om in die studio te komen voor de Eretribune, dan was dit echt super gaaf. Super vet. Ja. Ja, ik vond dat je het al heel erg goed deed. Maar je krijgt wel een beetje rode konen. Ik ook heel erg trouwens. Volgens mij is het belangrijk dat je niet glimt op tv. Ja. Dus het is tijd voor de vis-à-vis. Lotte is zojuist de fysiologie ingegaan en ondertussen ben ik even rond gaan vragen, heel brutaal, op de redactie of wij, als de studio zo leeg is, de Eretribune mogen gaan presenteren. En wat Lotte nog niet weet, is dat het me gelukt is. Maar ik ga er nu even verrassen met dit fantastische nieuws. Hoi Lotte, ik heb goed nieuws. Je hebt de make-up zwaar nodig, want ik heb geregeld dat je zometeen de Eretribune mag gaan presenteren. Echt? Ja. Oh, wat leuk. Dus we gaan de grote studio in. Je mag mij interviewen en de opening doen van de Eretribune. Oh, wat leuk. Super cool, hè? Ja, heel gaaf. Dus maak maar wat van. Wordt het al wat? Had je nog speciale verzoeken ingediend eigenlijk? Nou, als het maar mooi wordt. Het ziet er wel mooi uit, hoor. We hadden dat maar aan het begin gedaan, hè, van de vlog. Dan had je de hele vlog er zo mooi uitgezien. Dat kan niet meer. Model. En dan ben ik dit. Nou, dames en heren, ik presenteer u de presentatrice van vanavond. Lotte Wiggers. Hallo. Ik durf niet meer naast je te staan. Oh. Het ziet er heel natuurlijk uit. Fijn. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Let's go. Even diep inademen. Ready? Ja. Oké, let's go. Kijk, Lotte zit er helemaal klaar voor. Hoe vet is dit? Lotte en? Ja, hoi. Dit is wel heel vet, hè? Ja. Nou, welkom bij de Eretribune. Ik ben Lotte Wiggers. Vanavond hebben we een heel mooi programma. Vandaag gaan we het ook onder andere hebben over het vrouwenvoetbal, dat in de laatste 10 jaar zich heel erg heeft ontwikkeld. Dit onder andere door het EK, ja, door de vele aandacht die het daar heeft gekregen met de kijkcijfers. Vanavond hebben we Merel van Dongen aan tafel zitten. Hoi! Jij hebt gisteren een wedstrijd gespeeld. Klopt. 3-0 gewonnen. Vertel eens, wat was je gevoel na de wedstrijd? Nou, het was lekker, want we hebben natuurlijk wekenlang weer winterstop gehad. Gisteren hebben we met 3-0 gewonnen in onze eerste wedstrijd weer na de winterstop. Dus dat is een heel goed gevoel. Ja, dat snap ik wel. Ik heb nog een beetje gescoord. Nou, ik sta natuurlijk in de verdediging. Ik heb de 0 gehouden, zoals we dat zo mooi zeggen. Nou, gelukkig maar. Nou, we zijn natuurlijk ook gewoon heel erg blij met presentatrices zoals jou, Lotte. Want ja, je doet dat gewoon super professioneel. En dat is ook leuk voor ons, voor het vrouwenvoetbal, om interviews te hebben met presentatrices zoals jij. Nou, bedankt voor het kijken. Dit was de Eretribune met Merel van Dongen en Lotte Wiggers. Ik zie jullie volgende week. Lekker! Nou, dit vond ik echt een super vette dag. We hebben alles geleerd over het verslaggevers zijn, presenteren. We hebben de echte studio van Fox Sports mogen zien van binnen en van buiten. Vond je dit nou een super leuke video? Zorg even dat je subscribt en like de video natuurlijk. Dan mis je namelijk helemaal niks meer. En ik hoop je volgende aflevering van Kicks weer te zien. Doei!